Jonge slachtoffers seksueel geweld zwijgen te lang. En Kokenge is al iets meer waterproof. Goedemiddag, dit is U Vandaag. Jonge meiden die zijn verkracht zoeken vaak te laat hulp. Dat blijkt uit onderzoek van het UMC Utrecht dat alarm slaat. Dat onderzoek deed onder ruim 300 vrouwelijke slachtoffers van een eenmalige verkrachting. En daaruit bleek dat pubermeisjes langer wachten dan iets oudere meiden. Maar hoe moeilijk ook, het is beter om snel om hulp te vragen. Om medische redenen, zoals SOA's, en natuurlijk ook om de dader te kunnen pakken. In die eerste week zitten er nog biologische sporen van de dader op het slachtoffer of in het slachtoffer. Sperma, speeksel. En als het slachtoffer bereid is aangifte te doen, dan is het voor de politie belangrijk om daar toegang toe te hebben. Vanavond in U Vandaag meer over dit onderwerp, dan is ook de onderzoeker te gast. Inwoners van Kokenge zijn kritisch over het project Waterproof Kokenge. Hun dorp staat bij een flinke regenbui volledig blank. En daarom wordt het nu opgehoogd met gemiddeld zo'n 60 centimeter. Maar de bewoners balen dat het project nu al vertraging oploopt. Het eerste deel van het dorp is inmiddels opgehoogd, maar het had eigenlijk al rond de jaarwisseling af moeten zijn. En ze vinden ook dat ze te veel kosten moeten maken. De riolering die wordt tot aan de voordeur aangebracht. En dat faciliteert de gemeente wel tot aan de voordeur, maar die aansluiting moet gemaakt worden. En dat baart mij wel een beetje zorgen gewoon voor alleenstaande mensen of huiseigenaren. Je moet maar gespaard hebben om een paar duizend euro zomaar te investeren in je tuin. Maar het eerste deel is in ieder geval klaar, dus dat is in ieder geval goed nieuws. Pintjes zweten voor middelbare scholieren. De eindexamens zijn begonnen. Duizenden scholieren in onze provincie worden vandaag getoetst. Op het Rembrandt College in Veenendaal zijn zo'n 250 eindexamenkandidaten. Dus ja, u ziet het, dat zijn heel wat tafeltjes en stoeltjes om uit te klappen. Voor het VMBO staat vandaag natuur en scheikunde op het programma. Havisten maken het examen economie. En VWO'ers die wagen zich aan het examen Nederlands. Het is een spannende periode voor de organisatie, want het moet allemaal goed. Je kan geen fouten maken bij de examens. Het is natuurlijk een spannende periode voor leerlingen en hun ouders. Maar ook voor collega's die graag willen dat hun leerlingen op niveau presteren. En dat natuurlijk op het examen ook terug willen zien. Vanavond horen we hoe de scholieren het zelf hebben beleefd. Deze foto van een treinplasser in de trein is in scène gezet. Dat zegt de jongeman zelf in het AD. Op de foto is te zien dat hij over stoelen plast, maar hij zegt dat hij met een flesje water deed alsof. De foto zorgde voor veel ophef en is bijna 20.000 keer gedeeld op sociale media. De NS ziet het als vernieling en vandalisme en gaat hoe dan ook aangifte doen. Deze auto in Utrecht brandde vannacht volledig uit. Omwonenden van de Fransestraat werden rond middernacht wakker van knallen en zagen dat de geparkeerde auto in brand stond. De brandweer heeft de brand geblust, de politie doet onderzoek en denkt dat het vuur is aangestoken. De politie gaat de komende tijd vaker controleren bij basisschool Het Zand in Leidse Rijn. Het regent klachten over hangjongeren die rond de school troep maken en dingen slopen. Dit weekend zijn er al 8 boetes uitgedeeld van 90 euro per stuk. Hopelijk komt er zo een einde aan de overlast. De poortjes van station Overvecht zijn vandaag en morgen dicht tijdens de ochtend- en avondspits. Eerder was de helft van de poortjes al gesloten. Nu is ook de rest alleen met een OV-chipkaart te openen. Bij wijze van test. Als de proef goed bevalt, gaan ze vanaf woensdag definitief op slot. Niet iedereen zit erop te wachten. Veel mensen gebruiken het station als doorgaande route. FC Utrecht probeert het seizoen goed af te sluiten voor de supporters. De club speelt eigenlijk nergens meer voor. Play-offs voor Europees voetbal zitten niet meer in. En ook degraderen is niet meer mogelijk. Met nog 2 wedstrijden te gaan stond gisteren de wedstrijd tegen degradatiekandidaat Excelsior op het programma. Het was de laatste thuiswedstrijd van het seizoen en dan is het traditiegetrouw tijd voor de David Di Tommaso trofee en het afscheid nemen van spelers. Een van die vertrekkende spelers was ook de redder van de dag. Danny Verbeek schoot met zijn schitterende vrije trap FC Utrecht naar gelijkspel. Een seizoen met veel blessureleed krijgt voor de huurling uit België toch een klein beetje glans. Ja, maar ja, dat is ook niet zo moeilijk, denk ik. Ik heb weinig hoogtepunten gekend hier. Dus als je dan een keer een goal maakt, dan is dat snel het hoogtepunt. Ik mocht die vrije trap nemen en ik ben heel blij dat hij erin ging en dat ik toch nog een goal heb kunnen maken hier. Ook voor de trainer Robbie Alvle was het zijn laatste thuiswedstrijd voor FC Utrecht. Ik ga sommige mensen missen, dat mogen heel duidelijk zijn. Alleen
ik woon in Utrecht en zij zijn wekelijks hier. Dus als ik ze mis, dan is het een heel klein stukje om even langs te gaan. En verder gaat er uiteindelijk weer wat anders komen en ga ik gewoon weer verder. De man van de wedstrijd was toch weer Sébastien Allaire. Het was ook geen verrassing dat hij de David Di Tommaso-trofee won. Proud, loud and no, I didn't expect that. It's very beautiful and I want to thanks to supporters, fan, everyone in the club, the team, my teammate and everybody, my family. Yeah, do you realize it already? Not yet, but just beautiful. En komende zondag speelt SC Utrecht dan toch echt de laatste wedstrijd van het seizoen uit tegen Vitesse. Het weer. Een zonnige dag vandaag met wel wat sluierbewolking. Het wordt maar liefst 24 graden. Vanavond en vannacht verschijnt er wat meer bewolking. En bij een zwakke wind koelt het dan af naar 12 graden. Tot zover deze uur vandaag. Om 5 uur zijn we er weer met onze uitgebreide uitzending. Heel graag tot dan. Fijne dag.